jaar in januari hebben wij op een zaterdag namiddag een vrij grote brand gehad. Wij hadden de vrijdag schroot binnengenomen. Er was geen productieactiviteit. Dus uiteindelijk zijn we er vrij zeker van dat de brand niet ontstaan is als gevolg van bijvoorbeeld een gloeiend stuk ijzer die in het schroot is gevallen. Die brand is ook pas opgemerkt geweest, dus ongeveer een 30 uur nadat het laatste schroot werd binnengenomen. Gezien dat er eigenlijk geen externe oorzaak was aan ons schroot, zijn we er bijna zeker van dat de brand moet ontstaan zijn als gevolg van een kortsluiting in een of andere batterij die ergens in een stuk schroot moet hebben gezeten. De aandachtspunten voor mensen die zich willen ontdoen van een afgedankt voertuig of om het even welk schroot, is er zeker op na te zien dus dat dit schroot vrij is van batterijen. We werden opgeroepen voor het takelen van een hybride voertuig na een ongeval. Die hybride voertuig lag dwars over de weg, dus we konden daar niet aan met de kraan om met de kraan op te pakken. Door hem te trekken, doordat je een hybride voertuig wegsleept, gaan de wielen draaien en activeert je eigenlijk de hybride motoren. Dus we hebben de wagen op de bak getrokken. Nadat hij op de bak eigenlijk stond, is er eigenlijk een lichte ontploffing gebeurd in de wagen en daardoor is hij terug in brand gevlogen. Op het moment dat eigenlijk de wagens zijn ontbranden, is eigenlijk de stroom van de camion uitgevallen. Dus de verlichtingen zijn uitgevallen. Dat wil zeggen dat er spanning is geweest op die metalen deel van de wagen. De brandweer heeft ons gevolgd tot aan de depot uit schrik dat hem terug in brand ging vliegen. Belangrijk is dat alle collega's weten dat er opleidingen voor zijn voor hybride en elektrische voertuigen, voor die veilig te kunnen uitschakelen. En zodra dat je een hybride voertuig eigenlijk in beweging zet, dan gaat je generatoren terug activeren. Dans le cas de la dépollution hybride, il est important d'utiliser des gants adéquats, le masque et l'outillage nécessaire qui est isolé en fait. Vous ne pouvez pas utiliser un outillage traditionnel non isolé dû à la haute tension. Donc c'est très important d'utiliser cet outillage. Nous allons travailler sur la batterie haute tension et il y a un risque de brûlure et d'électrocution. C'est obligatoire d'enfiler ces gants. Nous avons suivi une formation dans le groupe Educam, qui est spécialisé dans les formations véhicules hybrides, motorisation, etc. On a vu certains cas assez graves de lésions et de brûlures. Ik werd de eerste keer geconfronteerd met een brand van elektrische voertuigen met elektrische fietsen. En dat was in 2009. En toen is bij ons een grote brand geweest, bij ons op het bedrijf. Met voertuigen in de zin van autovoertuigen hebben wij echt de eerste grote ongevallen meegemaakt met een ongeluk waarbij de auto totaal uit elkaar gespat is. En dus ook het hele accupakket over straat lag en zeer moeilijk te blussen leek. Bij ons in het pand heb ik toch een paar nachten slecht geslapen. In de zin van, ga ik nou verder specialiseren in de retourlogistiek en de verwerking van lithiumaccu's? Of laat ik het rusten, vind ik het zo gevaarlijk en wil ik daar niet verder mee? Ik heb daar een grote uitdaging in gezien, we zijn daar dus verder mee gegaan. En het eerste wat we zijn gaan doen is het bouwen van extra opslagruimtes die beveiligd zijn met blussystemen. Zodat bij een geval een nieuwe calamiteit geen brand zou kunnen leiden tot totaal schade in het hele pand. Ik zou adviseren om specifieke blussystemen aan te schaffen. Die zijn er. Die zijn tegen geringe meerprijzen blussystemen op de markt die dus eenvoudig een lithiumbrand kunnen blussen.
Ik zou wel mee willen geven dat als er dus een ongeluk plaatsvindt, en het is een zeer ernstig ongeluk, dan moeten we natuurlijk wel alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Maar we moeten niet ervan uitgaan dat elk ongeluk gaat leiden tot brand. Want het is altijd nog zo dat het zijn veilige voertuigen, zijn accu's zijn ontwikkeld onder allerlei normen en dergelijke. Dus ik zou vooral willen zeggen, maak er geen paniek van en maak er geen hetsen van. Maar wees wel voorzichtig en zorgvuldig en wees op je hoede waar je mee bezig bent. En de mensen van de autodemontagebedrijven en de mensen die in de bergingssector werken zijn goed opgeleid en weten zeker hoe ze moeten met elke situatie specifiek zullen moeten handelen en omgaan.